Ja, wat betreft het programma Het Buigen, waar ik nu mee rondtrek. Ik had een paar jaar niet opgetreden en in 2008 had ik afscheid genomen in Carré van het grote theater. Heb ik er overal bij gezegd. Overal dat ik in ieder geval niet meer de grote theaters in wilde. Zo'n theater zoals in Utrecht, waar 1000 man zit. Of Gouda, waar de 800 zitten. Die wogen me te zwaar. Daar zit ik 2 dagen van tevoren al tegenaan tegen. Dus ik heb het grote theater eruit gemikt. En ook drie jaar absoluut niet echt opgetreden. Ja, wel eens bij Snabbels en bij vrienden, bij Harry Saxioni. Die vierde zijn verjaardag in Carré, dat deed ik dan wel. Maar, en toch kreeg ik weer zin. En weet je waarom ik vooral zin kreeg? Het is inderdaad waar. Doordat ik merkte, niemand kent mijn teksten. Ik ben redelijk bekend, maar de mensen kennen mijn teksten niet. Ik ben bekend van Paul en Witteman en van De Wereld Draait Door en voor de rest. En toen dacht ik, weet je wat, niemand, ik heb ook nooit hits gehad. En dat vond ik vroeger vreselijk, want ik dacht, godverdomme, iedereen heeft hits en ik niet. Maar nu doet zich het geweldige voordeel voor, dat die nummers die gloednieuw. Mensen denken werkelijk dat ik dit gewoon eens even op een achtermiddag in 2010 gemaakt heb. Maar een heleboel nummers die heb ik al 40 jaar geleden gemaakt. Ook wel nieuwe, maar ook door mijn hele leven heen. Dus ik begon steeds meer zin te krijgen. En toen heeft Hans Kik, is hij de kleine theatertjes gaan afstropen. Ja, die wilde me wel. En ik heb dus natuurlijk eigenlijk een heel goed programma kunnen samenstellen. Want die nummers waren er al. Ik hoefde niet te gokken waren van nieuwe nummers. Dat heb ik in een mooie volgorde gezet. Dat krijgt ook een meerwaarde door hoe je dat in elkaar hebt. Maar tot mijn stomme verwondering hoorde ik van Hans Kik: Hans, het is binnen een week allemaal overal uitverkocht. Mag ik doorboeken? Want hij is bang dat ik op zo'n leeftijd gekomen ben dat ik gauw aan bezwijk. En dat ik dan straks op de plank het loodje leg. Maar het is natuurlijk ook wel zwaar. Maar als de zalen zijn zo leuk en ik heb er zoveel succes mee. En ik ben niet bang voor kleine zalen. Kijk, een zaal van 250, 300 man, daar ben ik echt niet benauwd voor. Het begin was bij de hele grote bakken boven de 700, 800. Dus, en het is overal uitverkocht. De theaterdirecteuren, die kwamen handenwrijvend op me af. Er was er laatst een, Frank Verhalen van theater in de Zetterbos, die zei dat ik eerder uitverkocht was dan Theo Maassen. En, dus mensen, onthoud nou dat ik veel beter ben dan Theo Maassen. Maar dus, en nu heeft hij al door moeten boeken tot 2012. Dus dan kom, ja. En ik moet af en toe nu moet ik het een beetje gaan afhouden, omdat ik anders heel moe word. Als ik s'nachts heel laat thuis kom, ben ik de volgende dag erg moe. Maar het is leuk. Hè, Daan? Mensje, vreugde. Daan.